Welkom bij Rijschool De Bumperpaal. Bij mijn rijschool weet je één ding zeker, je slaagt nooit in één keer. Dus daarom is André hier. Hey André. Ja, hallo. André, jij hebt een hele mooie motorfiets. Ja, dat klopt. Alleen je hebt één ding, iets essentieels wat ontbreekt. Ja, rijbewijs. Rijbewijs, nou ja, goed. Binnenkort op, allemaal geen probleem. We mogen op een heel mooi terrein even oefenen hier. Ik heb vroeger bij een rijschool heel veel gelopen. Hartstikke leuk. En André gaat even laten zien de bijzondere verrichtingen, de verplichte bijzondere verrichtingen die er zijn. Dus blijf kijken. André, wat ga je als eerste doen? De uitwijkoefening. Uitwijkoefening komt eraan met 50 ongeveer? Ja, 50 keer de 3. En dan twee keer een dubbele flikvlak en dan ja. Yeah. We gaan het zien. Ga je gang. Nu gaat André de langzame slalom doen. Ik ga gewoon de kant. André, wat ben je aan het doen? Ja, hier moet nieuw asfalt in en ik kijk even hoeveel we nodig zijn. We hebben twee asfaltfrezen bij ons, een BMW en een Suzuki. En dat doen we trouwens aan het einde van deze vlog, dan gaan we de achterbanden oplopen. André zei al, elke keer om de pion op de juiste plek neer te zetten, dan moet je houden, ja, net als bij Rijkswaterstaat, wat wij als wegenwachten de REVI noemen, de richtlijnen eerste veiligheid incidenten, heb je natuurlijk in CBR Land Rijschool op een vaste afstand. Hoeveel meter is dat? 8 meter. Dit is dus voor de snelle slalom. Het gaat zo snel, behalve het uitzetten. André gaat nou de snelle slalom doen. André is een vlotte jongen met een vlotte babbel. Licht Gronings accent. Zegt de man met het Zwents accent. Ja, André? Ja, veiligheid voor alles, hè? Toi, toi, toi. Goed inpakken, jongens. Ik heb het gezien in Italië. Daar zitten de mensen, ja. Kortbroekje, t-shirtje. Ik snap het wel. Lekker weer daar. En ik heb verdomd weinig ongelukken gezien. Maar pas goed op, kleed je goed aan. Daar gaat hij.
mooi, jongen. Ja, toch? Jij gaat je motor naar deze halen. Ik hoop het. Ja, dat komt wel goed. Tuurlijk komt het. En nu zijn we allebei zo net als ik weet niet wat. Ja, ik niet. Hier. Ja, hier. Ja. Ik word weer met de neus op de waarheid gedrukt, lieve mensen. Ja, maar we kunnen wel broertjes weten. Ja, echt wel. André is trouwens collega, maar dat terzijde. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze motorrijtechnische vlog. Een keer heel wat anders. Binnenkort nog een keer een schoonheidsvlog, zal ik jullie beloven. Want deze knappe man moet natuurlijk een beetje knap blijven. Bedankt voor het kijken. Geef comments. Wat ik heel leuk vond de laatste keer was dat we met z'n allen online waren. Of de chat meedelen, toch met de vaste groep. Misschien dat ik deze wel weer post, maar dat zie je dan achteraf of ik het wel of niet gedaan heb. Ik zou zeggen, we gaan de boel op, we ruimen de pionnetjes en we gaan fijn naar huis. Ciao, arrivederci.